en voiture de l'aéroport à l'hôtel. La voiture est dans le parking. Attention, il y a des taxis et des autobus partout. Voici le parking. Voilà la voiture. La circulation est terrible. Door te luisteren naar conversatie als deze, kunt ook u de Franse taal werkelijk leren beheersen en goed uitspreken. Daarvoor is in deze cursus een groot aantal gesprekken uit de dagelijkse praktijk verzameld op 18 grammofoonplaten. Enkele handige leerboeken dienen daarbij als aanvulling. De opzet van de cursus is dat u door middel van de op de praktijk gerichte gesprekken de taal vlot gaat spreken en verstaan. U hoorde zojuist het begin van les 10. Stelt u zich nu eens voor dat u deze cursus zou volgen. U bent bij les 10, u luistert aandachtig en u vangt in het eerste deel van de les, de conversatie, woorden op die u nog niet kent. Hoe wordt dit probleem opgelost? Heel eenvoudig. De hele cursus door worden aan het eind van elke les alle nieuwe en belangrijke woorden plus een aantal basiszinnen duidelijk herhaald. De pauze tussen de woorden geeft u de gelegenheid deze na te zeggen. Vooral dat is belangrijk. Want door alles steeds weer hardop te zeggen, leert u woorden en zinnen als vanzelf en krijgt u een goede uitspraak. Trouwens, die uitspraak wordt nog eens uitvoerig met u doorgenomen op een extra plaat, waarbij aandacht wordt besteed aan klinkers en medeklinkers. Elk woord wordt zowel door een man als door een vrouw uitgesproken. Lettre. Lettre. Merci. Merci. Père. Père. Être. Être. Treize. Treize. Scène. Scène. Terwijl u luistert naar de lessen, naar de nieuwe woorden en de conversatie van uw leraren op de plaat, heeft u als hulpmiddel twee tekstboeken. Het ene, Basismethode tot verstaan en spreken van de Franse taal, bevat de gesproken tekst van de lessen en de Nederlandse vertaling. Het andere, Sleutels tot een verder begrip van de Franse taal, is bedoeld voor diegenen die nog dieper op het Frans willen ingaan. Een cursus dus op twee niveaus. Bovendien is er nog een plaat waarop de in de praktijk meest voorkomende zinnen, de zogenaamde basiszinnen, zijn verzameld. Daarmee heeft u de gehele cursus als het ware in een notendop. Zult u eenmaal met de platen bezig bent, zult u merken dat het makkelijker gaat volgen. Toch blijft voor iedereen die een vreemde taal leert meestal één knelpunt over. Dat is de snelheid waarmee de buitenlander zijn eigen taal spreekt. Die snelheid van spreken te leren volgen, dat is de kunst. Bij deze cursus lost die moeilijkheid zich vanzelf op. Het spreektempo aan het begin is namelijk zeer laag en wordt geleidelijk opgevoerd. Wij illustreren dit met twee voorbeelden. Eerst hoort u een deel van les 8, waarin duidelijk en langzaam wordt gesproken. Attention au départ. Attention au départ. Ah, nous partons. Partons, oui, nous partons. Je vais à la cabine. Les na les gaat uw leraar iets sneller spreken. Dit gaat bijna ongemerkt. Het einde van de cursus bent u in staat het Frans te volgen dat in normaal tempo wordt gesproken. Dus het Frans dat de Fransen zelf spreken. Les 30, een gedeelte uit een bekend verhaal van Maigret en Uzon van Maigret. En u zult het grote verschil met het begin van les 8 opmerken. Visiblement se détendait, fumait sa pipe avec plus de plaisir, le regard devenu plus vif. En somme, un jour par semaine en été, un jour par quinzaine en hiver, Franz était seul ici,
Alliez-vous au bateau lavoir le matin ou l'après-midi? L'après-midi. J'ai essayé d'y aller le matin, mais c'était difficile à cause du ménage et de la cuisine. Naturellement. La maison. Naturellement. Que voulez-vous dire? Vous est-il arrivé en rentrant de ne pas trouver votre mari dans l'atelier? Ook u kunt Frans leren begrijpen en spreken zoals in dit fragment, als u de lessen in volgorde beluistert en de aanwijzingen die in het eerste boek worden gegeven nauwkeurig opvolgt. Al met al omvat de cursus Het Beste Frans een rijk gevarieerd leerplan, praktisch, fris en levendig. Te beleven en al vlug hier aan de lessen beleven en al vlug tot de ontdekking komen dat de gedegen kennis van het Frans, die u spelenderwijs opdoet, voor u een nieuwe wereld opent. Alors, bon père et bonne chance.